Nou, gaan we kijken hoe het werkt. Dit moet geklemd worden. Dan even hier op. Naar beneden. Even aanduwen. Oké, okay. Nou, gisteren kreeg ik dus een bericht op mijn YouTube-kanaal. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag 25 augustus 2020. Het is 3:03 in de middag. Lekker laat. Mijn naam is Karin Stelman van der Werf. Mijn man die heet Roderick Stelman van der Werf. Samen met onze dieren vloggen wij elke dag. Het is de ene dag wat later dan de andere. Maar dat maakt niet uit. Ik wens jullie wel heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Nou, en als je benieuwd bent met wat ik aan het doen ben. Nou, dat is dus eventjes de reacties even bijwerken. Ja. En de Ectyon is onze grote vriend. Net als de Jumbo. Zo, en beantwoorden. Yay! Heb ik ook weer gedaan. Nou, Roderick is er ook alweer gezellig. Leuk. Hey, wat is leuk, vertel. Sleuk. Welke is leuk? Sleuk. Dit is leuk. Dat dit hier groen is. Dat het hier is. Nee. Even geduld. Nee, jij gaat die kant op. Nee. Ja. Nee, die kant op. Jij die kant op. Ja. Ik zei het niet tegen Ro van nee. Maar ik was dus bezig met dat krukje die kant op te doen en deze ging mee. Dus nee. Maar welke is leuk? Vertel wat. Dat is leuk. Een wortel die aankomt, zeg maar. Ja. Heet die worteltjes hier. Ja, maar wacht heel even. Maar even terug. Want hier heb je inderdaad een wortel. Daar en daar. En dit is weer een ding dat gaat omhoog. Nee. Toch wel. Even kijken. Mag ik kijken? Nee, dit is een stukje blad. Mag ik? Nee, ga, zet hem gewoon even neer. Want dan kan ik... Een stukje blad. Nog. Sleuk. Ja, en dat is gewoon een blad. Wortels. Ja, want deze gaat naar beneden, maar dit, deze, nee, niet, kijk, deze, hier heb ik een beetje dat blad een beetje gescheurd, dat anders dan, zonde. Schande. Kijk, maar deze is niet groen hoor, dit is nog een stukje stevig, en dit is bruin. Ja, dat klopt. En deze hier is helemaal groen, je hebt hier lekker nog wat knobbeltjes hier aan. Ja, klopt. Maar dan heb ik het ook over deze. Deze moet je gaan bewonderen. Deze. Oké, okay, nou eens even kijken. Zie je zo'n gat in? Ja, dat maakt niet uit. Hier zit een ding aan. Wat? Hier een wortel? Ja, dat weet ik. Hier is de wortel. Oh, hier zit ook weer iets, maar ik wil niet weten wat het is. Nee, rustig. Dit is dus wat ik... Mag ik heel even? Ja, ja. Dit is dus een plant. Als je deze heel voorzichtig omhoog haalt... Zie je dus daar omhoog komen? Er doorheen. Hier bedoel je dit stukje? Ja, dat stukje. Want dat is dus er van deze. Want dat, en dat hij dus hier dus doorheen knalt. Oké. Interessant. Ik laat je het buiten even zien. Want dan kan je het beter zien. Okay. In plaats van dit slechte licht. Een eigen blad, hè? Ja. Ik zal jullie even op niet filmen, dus ja, kan wel. Oké, goed, hier. Dwars doorheen, ja, dat weet ik, maar dat maakt niet uit. Okay. Dus hij gaat er ook waarschijnlijk hier dan er doorheen? Ja, maar dat is niet helemaal. Nee, dat, ja, juist wel, want dat doet ook dus in het natuur gewoon er doorheen groeien. Maakt niet uit. Oké. Dat is de natuur. Ja, maar zo. Omheen geloofd. Ja, blijkbaar. Dat is interessant. Nee, ik ook niet. Maar lief, monsieur, als je wil. Maar wat vind jij dan zo interessant nu dan? Nou, dat het zo op die manier groeit. Ja. Groei hou je niet tegen. Nee. En dan kunnen wel mensen heel veel nu gaan zeggen van het is slecht, zoals wat jij nu net zei, maar... Dat is de natuur. Je moet de natuur gewoon lekker de gang gaan en ook gewoon je plantjes in huis dus. Ja. Het is zo. Het is niet anders. Tot hier. Ja.
Hou je nog een beetje van pikken? Alleen dat maar. Alleen dat. Ja, zo'n stukje. Alleen dat? Ja. Oh. Nou. Heel scherm hoog. Nou! Een heel scherm hoog, nee. Ja. Nee. En tot de maan en weer terug. Nou goed. Hoe groot wil je scherm hebben? Heel groot. Nou, je kunt projecteren op iets, op de maan bijvoorbeeld. Nee, dat doe ik niet. Kan. Met een beamer, dan ligt je ergens op de hemel, weet ik ook. Nee, op en op die flat hier. Heel klein. Kun je lekker kijken, dan richt je het en dan... Zo, ben je een skeetje lopend vriend hier? Ja, in plaats met de fiets, zag je hem lopen? Ja, daar. Nee, daar net. Ja, daar net. Ja. Waar we het over hebben, weet je maar. Een hele goede middag. Jullie staan lekker op het bureau. Ik ga jullie even verkassen. Dat is ook leuk. Verkassen. Wat zie ik erin? Want ik heb een pakketje binnen. Ja. En die willen we graag samen met jullie uitpakken. Ik zal nog even wat doen. Als het wil hoor. Jawel, dat lukt wel. Kijk. Als ik maar geen telefoontje nu krijg. En van onze grote vriendjes en vriendinnetjes. Nee. Nou, ik heb een pakketje binnen. Die heb ik gisteren besteld in de auto. Ja, dat was gisteren in de auto. Dus die ga ik nou lekker met jullie openmaken. Gezellig. En mijn adres komt niet in beeld. Nee. Helaas. Daar zorg ik wel lekker voor. Helaas, pinnekaas. Maar het is zo. Dus even uitpakken. Wat zit erin? Weet jullie het? Nee. Ik wel. Het is handig hè, als je iets bestelt. Dan weet je precies wat je hebt besteld. Ja. Of moet het heel lang duren? Papieren zitten erin. Ja, dat is mijn plakbon. Alles op een rijtje. Alles op een rijtje. Kijk, dan krijg je dus dit te zien. Hartstikke mooi, alles op een rijtje. Ja. Smartphone car holder. Wat zal dat nou weer wezen? Ik weet het niet. Jullie, kijk. Ja, ik heb het dus besteld, want onze andere die is dus gewoon gesneuveld. Ja, en toen was ik wazig. Nu niet meer. Zo. En toen was hij... leeg. Bombarderen Roderick gewoon, vind ik leuk. Dus deze moet dan zo. En dan kun je dus je telefoon hierin knallen. Dat is handig. En een anti-slip dingetje. Slipdingetje ook nog. Hier. Oké, dat is helemaal handig. Dus je moet hem eerst zo erop knallen. En dan dat erin klemmen. En dan de telefoon erin. Oké. Okay. Nou, we gaan hem sowieso straks even uitproberen. Vind ik leuk. Doe even, doe wel. Kijk op tijd. Tuurlijk werkt dat. En dan heb je je telefoon. Ja, kijk. Ik laat het even aan jullie laten zien. Kijk, nu zit hij even aan de... aan de telefoon. Nee, ja hoor. Nog niet. Aan de telefoon, nog niet. Maar nu zit hij dus even op het bureau geklemd. Vast. Hier kan je dus je telefoon in doen. Nee, dat werkt niet. Pak even je eigen telefoon. Je eigen mobiel. Want een huistelefoon, dat werkt ook niet. Nee. Ik heb mijn telefoon niet klaar. Oh. Mannen. Nooit aan beginnen. Ik zal u even draaien. Oké. Moet ik het erin doen of ga jij het erin doen? Want jij moet het ook kunnen. Ik moet zelf wel erin. Zo en zo zit je telefoon nog vast. Netjes. Ideaal. Ja, hij blijft wel zitten. Ja, hij blijft zitten. Ja. Kijk, als je eraan zit te duwen, dan moet je ook blijven zitten. Ja, maar... Zou je iets dat bedienen of zo? Ja, kijk.
Ja. Dan kun je even kijken naar WhatsApp bijvoorbeeld. Dit, ja, wat is app? Tuurlijk blijft hij. Zo, helemaal best. Nou, gaan we kijken hoe het werkt. Dit moet geklemd worden. Doe even hierop. Naar beneden. Zo. Moet helemaal aanduwen. Telefoon. Uit het hoesje natuurlijk. Hoesje. Dus. Telefoon. Oepsie. En dat is het. Heel simpel, kan dat niet. Oké, okay, en zit die nou niet los? Of ja. Kun je alles ermee doen? Of... Ja, ik kan alles mee doen. Gaan vegen. Oké, okay, netjes. En denk je ook dat hij dus in de auto gaat passen? Dat denk ik wel. Dit zit hier goed geklemd. Dit is ruim genoeg. Ik ga even filmen. Ja. Ruim genoeg om iets te klemmen. Ja, oké. Okay. Dus ja, waarom zou het niet lukken? En ook op je navigatie zetten natuurlijk. En dan erin klemmen. Of vloggen. Of camera. Camera vloggen en navigatie. Tegelijkertijd. Ook leuk. Nou, dat, en dat gaat niet. Camera en dus vloggen en de NAV. Dat en dat kan niet. Jammer. Dat is jammer. Maar ja. Je kan wel je telefoon erin klemmen. En het is lekker makkelijk in plaats van een zuignapje. Ja. Zuignapje moet je aan het raam plakken. Dit niet. Nee, precies. Nou, die gaan we zo meteen even bekijken. Als we dus... weer weg mogen en van onze vriendinnetjes en vriendjes. Ja, klopt. En want we moeten even nog thuis blijven, hè, ja, van hun. Ja, precies. En want we moeten in de buurt blijven. Dat ook. Dus, gaan we merken. Gaan het zien. Ja, nou, ik ga lekker bakken voor mezelf. Joehoei. En ik neem jullie weer gewoon gezellig mee. Joehoei, ik wel. Ik ga deze erin doen. Dat is dus de filet spiespek. En ik ga de vispie Spaanse stijl erin knallen. Ja. Lekker bij elkaar. Joehoe. Ik weet niet hoe het gaat smaken, maar oké, dat zien we dan wel weer. En ik ga weer even draaien. Halt, 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 halt. Niet schrikken, jongens. Zo. Die is al denk ik deels een beetje heet aan het worden. Zo. Zo, ook weer gedaan. Ik denk wel dat het lekker gaat worden. Denk ik toch wel, ja. Lekker. Zo, nou en Roderick is bezig om de kaviakooi lekker te verschonen. En ik ga morgen even met Carolien eventjes een ander nagelschaatje voor jullie te halen. Lief, mag ik jou even een tip geven? Liefie? Ja, dan. Mag ik jou een tip geven? Mooi. Zo, ja, we gaan weer even draaien. We gaan weer even draaien. Oeh, dat ziet er lekker uit. Ja, en dan gaan we gewoon nog even wachten tot het lekker klaar is. Joepie.
Gaan we weer even kijken bij Roderick. Dan gaan we weer even kijken bij Roderick. Ja, hoe het daar gaat, want ik had hem net een tip gegeven. Ja. Ja, ik ga morgen eventjes een nagelschaaltje. Een nagelschaartje voor jullie halen. Ja. Moet ik je nog een beetje helpen? Hè? Huh? Kom eens. Mag ik ook nog een beetje doen dan? Ja, wil je nog een beetje doen. Kijk. Wat ik doe, ik pak deze en ik doe het gewoon zo. Ik ben niet zo... gewoon zo. Als ik deed eerst dit... Ze weten dat ik gewoon wat sneller ben. Maar als jij in één keer heel rustig gaat doen, dan gaan ze er ook aan wennen. En dat is niet de bedoeling. Gewoon hoe sneller, hoe beter. En vooral voor als ze dus in de bak moeten blijven. En als je dus ook nog andere dieren hebt. Bzzt, bzzt. Goed zo. Alles naar één kant. En dan haal ik het hier weg. En dan deze pakken. En dat is prima. Hartstikke mooi. Helemaal niks meer aan doen. Nou, dan kan die ding weer weg. Even een beetje optillen. Ik dacht even zo'n tekenmeisje. En jij hebt gevochten. Zo, en toen gingen we hier weer naartoe. Roderick weer even geholpen, wat vroeg hij. Want Roderick is nog soms een beetje niet eenkennig, maar nog een beetje moeilijk om snel te handelen. Maakt niet uit, geeft niet. Zo, lekker. Lekker, lekker, lekker. En we gaan gewoon weer gezellig naar Roderick. Ja, joepie. Hey, hallo. Hallo, niet doen. Word je lelijk van. Hey, rooien. Hey, geluister. Moet ik even kijken of het allemaal goed is? Hey. Ja, even aan de kant. Kom, aan de kant, die kant op. Goed zo. Nee, daar en daar moet hooi in straks. Eerst het huisje. Allereerst het huisje. Hé! Hey. Ja, morgen ga ik eventjes een dingetje. Ja, dan kan die erin. Hartstikke mooi. Even zo. Sorry? Ja, prima. Ja, dat is prima. En dan moet dat dus weer op het dak inderdaad. En ik pleur dat eigenlijk altijd weer weg. Want het is een schone kooi. Dus dat kan in principe gewoon ook weg, lief. Alles kan weg. Het is een schone kooi. Je begint altijd weer met een schone voerbak ook eigenlijk. Ook een schone voerbak. Eventjes om te drinken controleren. Want die is ook bijna leeg. Dus die moet je ook even doen. Maar dan doe je eerst eventjes dat ding erop. Want straks kan dit altijd nog even erop, erin. Kijk, doe je gewoon er even op en dan maakt het niet uit hoe. Gewoon erop. Ja, maar echt vastzetten dat en dat kan straks nog, weet je? Ja, prima. Als jij het zo wil, top. En Lady ligt hier, die ligt daar. En ik ga weer even naar de keuken, naar mijn vlees. Kijk, lekker. Ik zie je nog een
Roderick, die wil ook een beetje... gewoon leg gewoon op jouw eigen bord. Erbij. Mooi, doe ik. Doe ik voor je. Zo. Dan moet hij ergens, dus daarom, daar let ik dus altijd op. Ik let overal op, want hij was er nog wel. Ja, waarschijnlijk wel. Nou, dan mag ik gaan uitzoeken. Ja. Ja. Zo. Oké, nou gisteren kreeg ik dus een bericht op mijn YouTube kanaal over mijn coronavet. Nou, ik heb het daar niet zo heel vaak over met jullie, dat weten jullie. Maar welke coronavet? Ja, nou ik weet het niet, maar ja, als ik ga zitten, ja, dan zie je wel inderdaad dit. Maar ik weet het niet hoor, maar als ik dus, ja, en dan ga ik het even laten zien. Want ik heb daar gewoon scheid aan, dat weten jullie. Ik heb inderdaad een maagverkleining gehad en een buikwandcorrectie gehad. Nou, dat kun je zien. Ja, en er zit nog een hoop vocht in. Maar daar krijg ik hulp bij. Dus, ja, en dit is vet. Maar dit is niet vet, want dit kan ik eigenlijk heel weinig aantrekken. Dus, heb jij nou nog meer om daarover te zeuren, zanik, zeiken. Geen probleem. Ik vind het helemaal niet erg. Maar kijk dan eerst lekker naar jezelf. En dan pas naar een ander. En dan ga ik lekker eten. En ik laat zien wat ik ga eten. Want ik heb de Big Mama niet naar mezelf vernoemd. Zo. En nou laat ik jullie zien wat ik ga eten. Nou, de vlees heb ik al net aan jullie zien. Lekker broccoli en zoete aardappelen en normale aardappelen van de boer. Nog steeds, die we toen hebben gehad in Amsterdam. En dit gaat Roderick eten. Dus, lekker. En dan hebben we nog een toetje. Deze is voor Roderick, heb ik voor hem gehaald. En deze is zometeen voor mij, als ik het nog op ga krijgen. En deze is voor de dame en heer in de kooi. Alsjeblieft. Ik zeg, eet smakelijk.